Dit is Martin KNL hier. En laten we eens even wat nieuws opzoeken om Transit Zombies mee te spelen. Oh wacht, nee, oké. Je kan maximaal 2 split screen online en dan kan je nog met 4 spelers, weet je wel. 4 blokjes op je scherm en dan. Maar dan kan je niet online en ze gaan niet verder op die noobs. Nou, ik zit nog steeds om 4 streepjes. Zonder blauwe ogen. En ja, oké. Okay, ik doe nu gewoon Transit. Ik heb heel weinig Transit gameplay. Ik heb de perma perk voor Jug. En ik had vandaag ook weer wat Transit gedaan. En ik was goed. Iedereen was down. Iedereen vond me van. Nou, er waren gewoon een paar echt Nederlandse spelers bij. Die vonden me echt geweldig. Ik vond hem echt goed. En niet dat ik wel opschep of zo. Maar ik ben ook. Ik ken het best wel. Maar. Nou ja, oké, zo goed ben ik weer niet. Maar ik ken er toch redelijk wat van zombies. Ik denk dat ik ze niet ga muten. Maar ze waren wel in het begin redelijk irritant dat ze die bus dus steeds dicht deden, dat ik er niet in kon. Nou, oké. Maar als het uiteindelijk dat ik gewoon 1 down was, en dat was mijn finale down, in W15. Met 13.000 punten ofzo. Of even 16, 17, ik weet niet meer welke wave het was. Maar ik heb alle 4 perks. Ik had het buswapen en ik had AK-47 uur zonder ammo. Maar ik had het toen wel redelijk voor elkaar. Kijk hoor, hoe het met de lag zit. Even kijken. Grab parts. Ik zou het liefst live willen streamen op YouTube. Maar voor de zombies hebben ze geen in-game livestream support. En nou, ga weg man. Smeer hem. Get your own window for free. Douchebag, ga eens weg. Nou, dan moet ik ze maar zo killen. Ik heb vandaag ook nog wat. Ik heb niet echt actief zombies gespeeld. Ik heb wat niet zoveel gedaan. Ik heb alleen dat some kind of device. Alleen wat In ieder geval even de Easter egg of activeren de teddybeer. Ik had wat town. Ja, dat was het. Grief gespeeld. En wat is dit? Ik moet helemaal niet in de bus. Ik moet zombies killen. Iedereen heeft zombies, maar ik heb helemaal geen zombies. Ah, kijk hier. Oh, het is toch weer mine to kill, hè? Mijn zombies. Ik moet toch mijn kills maken en hoe heet dat? Oh, ik ben helemaal voorbij gelopen. Douchebags. Ik weet niet wat iedereen nou aan het doen is, hè, met het gezeik. Met de bus in en uit. Maar ik heb het grief gespeeld en dat hebben we gewonnen. I'm dying! I just slipped in the blood of the millions of people. Kijk, lolle. Let it be known. Nou weet ik het niet waar ik het over hebben. Hey, kijk, we kunnen het nou headshot wezen. Volgens mij heb ik ook de Deadshot Decorary, geloof ik. Oh, kijk, daar een punch. Geen met zijn dingen op de kop al die bus inlopen. Douchebag, laat hem erin. Maar volgens mij heb ik Deadshot Decory, die had ik ook gehaald met dat potje Transit. Grief ging maar goed, had ik gewonnen, had ik net Chuck, had ik de MP5, was ik gewoon een beetje aan het lopen. Okay. Ging allemaal heel goed. En ja, toen had ik gewonnen. En toen heb je alles wat je opbouwt, zeg maar, je hebt een beetje. Je hebt gewoon alles voor elkaar.
die 10 maten gaan af en toe down rijden. Cable revive. Jelly fuel will teach you to keep your distance. En dan, ja, dat is het dan. Dan heb je gewonnen. Ja, yeah, gefeliciteerd jongen. En dan is het over. Ja, dan weet ik nu niet wat ik moet zeggen. He he. Beetje een goede strategie zou wezen voor Transit is om hier bij de diner gewoon een paar weken te blijven, weet je wel. In combinatie met de Bumperk. Wat staat trouwens op mijn kanaal als je dat niet weet. Jungle Bumperk, die is ook voor de... Waarom sta ik eigenlijk hier? Het is voor dat ding. What the fuck? Met de friend toast. Oké, headshot. Ja, ik heb headshot Deckery. Dat zit dus ook in de update. Oh crap, bijna daar. Dat zit in de update. Nee, ja, dat is ook gewoon tegenwoordig in. Dus dan worden je zooms gewoon. Wat ik me nou dus ook afvraag. Zit er nou eindelijk ook dat rode. Als je een inskill niet knife, geen kills maakt. Of het er dan ook in zit. Dat je dan dat een zombie tegen je aanloopt, dat je dan. Dat hij dan spontaan doodgaat. Even kijken, waar is de deur. Oh, de bus gaat nou weer. Mogen we ook een keer hitten, AUB? Ga weg. Kst. Take it, eat it. Geef maar die fucking hit. Godverdomme. Nou, dan blijven we dus hier. Super fast, let's spitter deal. Ja, dan blijven we dus hier. Fucking nups. Ja, stay voor. Mag ik ook even goede wapens hebben? AUB. Ja, oké, hun hebben niet echt. Ik bedoel. Nou, oké, zolang hun het stroom even aanzetten en weet ik niet wat. Is die deur open? Dan is de kans dat de golf nu kost. Nee. Crap. Maar toen had ik wel mooi 13.000 punten. Ja, kon ik niet in de bank dumpen. Want de Lost Connection, de host en die andere medespeler was echt van. Ah, fuck. En toen lief hij. Nee. Maar ja, ik lief het ook. Mooi, laten we het uitproberen. Misschien moet je ook niet gehit worden, dat zou ik niet weten. Ik zou echt niet weten wat ik nou zou moeten vertellen. Of ze zeggen, want het gaat een heel lang commentary worden. Hop, lopen. En ik haat echt het World War Knife systeem. Of in ieder geval het zombie systeem. Leuk dat je custom maps en zo hebt, hoor. Allemaal leuk en aardig. Enigste punt is. Headshot, bitch. Enigste punt is, als je gehit wordt door een zombie. Of een. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Gehit worden of knife een zombie. Dan ga je in die zombie. En die zombie kun je dan twee keer hitten of zo. Nou ja, dan ben je dus dood. Grab parts. Well, look at this. Yeah. Dus dat vind ik een beetje balen, maar ik wil wel custom zombies nog op mijn kanaal posten. Fuck you, Darlington. I can build. Als mijn broertje draait, mijn broertje dus. Hoe heet dat? Zijn computer. Ja, ik ga dat nog allemaal unboxen en zo en dan op mijn kanaal posten in slaap. Als ze mee wil werken, hoor. In ieder geval, ik ben toch verantwoordelijk voor hier in huis voor wat er in de computer gaat. Wat voor onderdelen en dat soort dingen, weet je wel. Technisch man in huis. Dus ja, dit is eigenlijk best wel makkelijk dit. Ik heb net de Black Ops 2 campaign wat opgenomen. Ook wat side missions. Of nou, side missions.
In ieder geval, ik wil het even renderen, uploaden voor nou ja, maandag. De vakantie dus. De Far Cry 3 campaign. Ja, oké, campaign. Gameplay, walkthrough. Dirty. Dat is een beetje messed up. Ik heb het op verschillende locaties opgenomen, verplaatst, dat soort dingen. Dat ik niet echt de volgorde meer weet. Het staat wel bijna allemaal mooi in de map. Maar. Ik weet de exacte volgorde niet. Headshot, ik kan nog steeds headshot dekken. Deadshot, niet headshot, deadshot. We zouden dan nu ook gold kunnen halen. Even kijken, stroom zit nog steeds niet aan. Wat hebben ze de hele tijd... Wat zijn ze dan de hele tijd daar aan het doen? Je hebt daarna farm, toch? En daarna heb je power. En dan heb je talent. Nou, ik zou aan... Ik zou neem aan dat die... Tris... Die Mike... Oh, wacht, ja. Die 29 kills gastje. Wel, weet wat hij moet doen. En daar hou ik ervan. Mensen co-op spelen die weten wat ze doen. Ah, zoals ik bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik ben geen noob die om de twee zombies dood gaat, zeg maar. Ah, finally, weer tijd. Snap staan. We kunnen teleporteren als ze willen. Kon ook zonder hoor, dan zet ik gewoon mijn turbine neer. Dammit, dan zou ik allemaal tutorials van moeten maken. Oké, als jullie willen dat ik een tutorial van maak. Dan maak ik daar een tutorial van. Was ik sowieso al van plan ergens in mijn hoofd. Ooit. I'm too old to die, so I'm not gonna do it. Too old to die. Ik ben too old to die. Maar oh, dammit, ik kan niet meer verwachten. I've been here before and I've come through it before. What the fuck? Ik ben hier geweest en ik ga hier. Oké, too old to die, die vind ik wel goed. Te oud om dood te gaan. Maar de permajug die kun je gewoon 3 keer halen door een solo. 3 keer quick revive te kopen. Dus gewoon elke keer als je koopt weer down te gaan. En dan weer te kopen en dan weer down te gaan. En dan weer te kopen en dan weer down te gaan. En als je opstaat. Als je dus 3 keer quick revive verkocht en dan weer opstaat. Dan zie je dit, zo'n flash. Hey. Douchebag. Oh ja, wel handig, ja. Awesome. Have I mentioned personal interaction? Tot wij 14. Garandeerd, one hit knife. Dude, waarom schoot je nou op zombie? Het was best kapot. Wait a second. Je hoofd ligt omhoog. Mag niet. Headshot. Haha. Wat gaat hij doen? Wat heeft hij voor wapen? Die heeft een hammer. Ik dacht al een L-shot. What the fuck? L-shot heb je alleen met nukes of zombies. Dat dacht ik al. Kan niet. Schijnbaar blijf ik hier dus vastzitten tot de bus komt. Nou ja, vastzitten. Ik kan nu even voor de cold gaan, voor de M16 en zo. Maar dat doe ik niet. Ik wil even geen risico nemen. En bovendien, ik heb toch niet de pack and punch punten. De punten om te gaan pack and punchen. Ik heb ook maar een paar keer pack and punched hoor, in transit. Echt niet zo vaak of zo. Maar je moet met mensen spelen die weten wat ze doen. En om nou met mensen te spelen die geen... weet je, noob down, hè? Om nou met mensen te gamen in transit zonder microfoon of headset of whatever, is het niet echt mogelijk om te pakken puntje als ze constant aan het kloten zijn. Hey, wat ik dacht, Misty was hier. Lol. Kijk, er is er al een skill geweest, ik geloof niet, hè? Misschien mag je niet gehit worden, ik weet het allemaal niet, joh. Ik weet dat je niet mag killen. Dat is alles wat ik weet. Put you in the dirt.
That dirt eater. Okay, awesome. Hier is er niks doorheen gekomen. Maar het is inderdaad heel erg jammer dat Black Ops 1. Dus gewoon geen. Yay! Ik zit erin. Een paar meer dan 2 centimeter lopen van daar naar hier. Als het ding komt, heb ik mooi de golf knuckles. Dus daar kan ik mee leven. Waar is de laatste fucking zombie? Fucking zombie douchebag. Mooi. Even kijken. Wat gaat hij doen? Burp. Even kijken wie er allemaal down is geweest. Ik en die douchebag zijn niet down geweest. Oké, hij is gewoon een douchebag. Ik doe mijn douchebag. Aan dat ik kan. Is al 2 keer down geweest, die Skull Knight. Oh, ik heb ook vandaag een Twitter gezet. Dat was dus met die noobs, weet je wel. Sensor wat ik net zei. Dit in de S-punten. Was het van dammit. Heb ik altijd last van als ik dit doe. Dan dat ik met die EMP had ik hier in de bus gegooid. Want die gast was hero. En had ik dus die trope gekregen. Je hebt net power of niet. Maar de bus was ook gelijk geïmpied. Is greatly enhanced. Wat doet die handen? Wat is nou punt voor mij? In ieder geval win-win. Want het is such a noob. We gaan even voor de joke. Ik bedoel. What the fuck is dat? Nee, dat weet ik dus niet. Alleen Xbox heb het. Damn you, Xbox. Nee, we komen even naar. Bouw hier. Ik ook nog een zielig misselijk ventje. De eerste stop is warm, daar heb ik alleen een DSR in de koelkast, geloof ik. Laten we even wat dubbeltap halen. En dan gaan we daarna even in town blijven. Dat is mijn plan voor nu. Dubbeltap. Claimers zijn 1000, geloof ik. Haal dat ook gelijk maar even. Dammit, waarom moet je nou de turbine slaan? Misselijkmakende zombie. Gelukkig zijn ze niet gemutueerd zoals Resident Evil. Geweldige films. Maar ik moet een bus rijden. Fucking dickhead. Hop, move it. Like Kom die gast nou, of niet? Hè? Douchebags. De noob is er is daar. Ik hoop niet dat hij lief, dan heb ik mijn hele live commentaar voor niks. Oh, Bluebolt. Kijken. Dood. Effect, laatste woord had. Ah shit! Ah, dit is crap. Dit is heel erg crap. The power. En ik wil iemand lopen hier. Dus we zetten de deur open, weet je wel. Gewoon vragen. Ja. Gewoon voor het geval dat er iemand toevallig langs komt en instapt. Ja. Die groene. Dit is echt zo shit. Zonder jerk bij de power. Kom op. Moeten we het even opholen hier. Thank you for arriving. Consolidated Coach Corporation bus lines. Hier mag er een komen. En hier in het midden. Claymore, je hebt geen effect. Waarom ga je nou plots af? Of heeft hij wel effect? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ja, voor als ze buiten de bus zijn, hebben ze nog geen effect of zo. Weet ik niet. Oh, die is in ieder geval dood.
Nature's got nothing to do with that. Er zit er eentje aan of op of aan de bus. Mooi, dus. Even kijken, waar moet ik het over hebben? Oh ja, over mijn kanaal. Dus dat ik op het moment 19 subs heb. Oh jee. Yeah. Op zich, de laatste tijd ging het best wel hard. Ik bedoel, op 2 weken geleden had ik nog maar 5. Had ik nog maar 10 subs. Of 12. Ik weet niet precies hoeveel. Niet zo heel veel. Op mijn kanaal met zoveel video's. Ja, daar ben ik wel heel rap in. Oh, dit is hier. Daar was ik niet zo heel rap. Ja, daar ben ik best wel rap in. Video's maken. Ik bedoel, het is zo easy met een HDP VR. Te openen. Te opnemen. Even kijken hoor. We gaan even 2000 punten in de bank doen. Ik rijd gewoon met de bus. Makkelijke manier van transport. Something fishy going on here. Intel. Ja, voor het geval dat ik met wat goede mensen ga spelen en dan het headset. Dat zou ik wel willen. Gewoon mensen die weten wat ze doen, gewoon mij toevoegen. Weet je, subscribers of zo, weet ik veel. Iets in die richting. Oh ja, wacht, ik kan niet. En dan gewoon daarmee de gamen. Oh kijk, de box. Awesome. Ik wist niet eens dat hij hier was, joh. Oké, nou is hij verdomme aan het. Nee, we blijven hier dus even in town. Ik moet even. 35, nou ja, oké, okay, 3,5 punten hebben voor de box. Kijk, meneer Hammer is er ook. En ik geloof dat die Hammer die douchebag is. Meneer Mr. Douchebag. Nou, ik wil, ik stort liever even wat geld in de bank. Ik heb nog iets van 5 of zo duizend in de bank of zo. 3000 heb ik nodig voor de. 3000 waarschijnlijk, want dus waarschijnlijk nog niet opengemaakt. Maar het gaat erom dat ik gewoon nog wat punten even in de bank zet. Want ik heb bijna niks. PC al is dat helemaal vol. Maar dat is het ook gewoon zo makkelijk om even zombies op te starten. Even solo. Even met een paar duizend punten genereren in het begin. En dan bam. De town te lopen. Zorg dat je in town komt. En dan bam, je hebt het voor elkaar. Waar is die douche? Hij is heel close, denk ik. Ja, maar als hij even deze kant op komt. Ik kan hem niet reviven hoor. Oh ja, de deur is open. Als die douchebag even hier komt. Hij is aan de andere kant van de lava. Dat ga ik niet wagen zonder jump. Oh crap, word ik nou omsingeld? You no good prickalope. Maar ik ga hem niet redden. Ik bedoel, ik ga mijn leven niet wagen. Ben jij gek? Ik kan beter zelf overleven dan anderen. You can better run than revive someone. Of zo, zeg maar. Dat stond er in Black Ops 1. Als je zo'n online. Kaas. Dit is echt het nadeel van kaas. Geen jug hebben. Dammit. Ik wil jug kopen, maar hier waren soms en ik weet. Moet ik weer speedcola halen, dammit. Moet ik even geld van de bank halen. Als we me nou even reviven. Die handen ging over de lava heen, denk ik. Weet je, ik ga altijd draaien als ik down ben. Daar heb ik echt zin in. Die hand kunnen altijd dan, hè. Oké, nu je just making me hungry. Injury is expected when you're a physically superior specimen. What the fuck was hij aan het zeggen? Check them. Oké, in ieder geval, ik ben mijn perks kwijt. Dat is balen. Hé, had ik hier geen claim inzet. Ik heb mijn perks kwijt geraakt. Oké, laten we al het geld dumpen wat ik nu heb. Maar ik ben al mijn perks dus kwijt. Dammit, voor de 5000 keer zeg ik dat. Maar goed, even. Ik wil even wat geld hebben voor de box zometeen. Moet ik wel even deze wave maken. Maar ik heb niet echt perks nodig nu nog op dit moment. Ik heb jug en perma jug, dus. Wat is dat? Dammit.
No more running. Ja, oké. Okay. Waarom zou je denken waarom ik geld op de bank heb zitten? Nou ja, gewoon simpelweg. Ik heb er geen geld op. In ieder geval niet voor de PC-versie. Klemmer. Er liggen al een paar onderdelen. Dammit, geef me zombies. Ja, yeah, thank you. Niet beerkornet worden. You no good freakalope. Dat zou kut wijzen. Nou, deze douches even killen. Ook Python. Het lijkt me wel Python dag. Yay. Zagen we daar wat? Wat lijkt op de Electro Douche? Electro Douche.